voor zaterdag te ridderen in de Orde van Oranje Nassau als dank voor zijn muzikale inzet de afgelopen 40 jaar. Thijs van Leer, welkom. Dankjewel. Gefeliciteerd nogmaals. Bedankt. Wat zal de majesteit het meest behaagd hebben? Want je hebt allerlei registers bespeeld als muzikant. Nou, de rock van Focus. De prachtige Music for the Millions onder leiding van Willem Duis in Introspection. Ja, Rogier van Otterlo meer. Ja, maar Willem Duis pushte dat zo lekker. Ja, dat is waar. Nou, ik geloof dat ik maar 1 of 2 concerten voor heb gedaan. En dat was een beetje in dat laatste meer. Met groot orkest en zwoel en hoe noem je dat ook weer? Zoet gevoiced, zoals Duis het zou zeggen. En daar heb ik toen een compliment van Hare Majesteit gekregen. Ja. Daphne, ken jij de muziek van Thijs van Leer? Nou, niet het vroeger werk, maar wat hij net voor de uitzending speelde en zo. Er stond ook nog een plaat van Anita Meijer, toch? Hè? Nou, wat ik net speelde als opwarmertje was MacArthur Park van Jimmy Webb. Ooit beroemd gemaakt door Richard Harris. Klopt. En daarna door Sinatra, geloof ik. Ja, dat is eigenlijk... En ons eigen Lee Towers. Doe je dan altijd even dit? Ja, doe ik even zo. Ja. Nee, dat kan. Of zo. Nee, ik ben te jong, denk ik. Ja, Focus gewoon niet meegemaakt, hè? Nee. Focus was echt een wereldband, laten we eerlijk zijn, Thijs. Jij en Jan Akkerman waren een gouden tandem. Die naam mag op een of andere manier nooit meer vallen, want jullie hebben ruzie. Daar komt dat mag best nooit vallen. Meer goed. Nee, dat mag best vallen. Akkerman en ik hebben dat ook inderdaad gestalte gegeven. En we hadden natuurlijk toch zoiets dieps samen, dat daardoor toch een, ja, mag ik wel heel bescheiden zeggen, een soort wereldsound is ontstaan. Dat kan je wel zeggen. We treden nog steeds op met Focus overal in de wereld. Maar zonder Jan? Zonder Jan. Wat is Focus zonder Jan? Even twee plagerige vragen. Daarna nee, dat is helemaal niet erg. We hebben nu als gitarist de 28-jarige Niels van der Steenhoven. Nou, dat is een fenomeen. We hebben Pierre van der Linden nog steeds als oerdrummer. Die drumt nog steeds, ja? Pierre, ja. Ja. Ah, sorry, even... Ja, waanzinnig. Ik dacht er niet verliezen in dit geval. Van een mooier dan ooit. En Bobby Jacobs, mijn stiefzoon, als bassist. Nou ja. En ik nog steeds op het Hammond-orgel. En jodelend en fluitend. En ja, de jodelaar. Even Polygoon jaren 70. Thijs van Leer op de toppen van zijn roem. Introspection was geloof ik net uit. Dat zag er zo uit. Nou. Deze platina-grammofoonplaat van Introspection 3 reikt de gitarist Jan Akkerman uit aan Thijs van Leer voor meer dan 100.000 verkochte LP's. Thijs van Leer, die in korte tijd in binnen- en buitenland beroemd werd, is behalve fluitist, organist en pianist ook zanger. Tekent de ongedwongen atmosfeer bij het optreden dat eindigde met een enthousiast ontvangen toegift. Ja, Lisbeth List hield de microfoon inderdaad voor je vast. Yep. Focus is weer op tournee, ook in het buitenland, hè? Ja, we gaan nu weer zijn het grote zalen? Ja, we gaan nu naar Engeland, gemiddeld 3000 per avond. De hele maand oktober, een stukje november, samen met Wishbone Ash als voorprogramma en Groundhogs. En wij mogen dan de hekken sluiten. Zijn jullie de slotact? Ja. Dus de hoofdact eigenlijk? Ja, joh. Niet geloofd. Nou, om Daphne eventjes, want we geven een korte cursus popmuziek. Focus, jaren 70, Rainbow Theater, alles was vol. Dit nummer heet House of the King, hoe heet het ook weer? Maar het fluit klinkt natuurlijk zo. Ja, doe maar. Nou, blaas maar met je eigen muziek. Het eerste succes. Hocus Pocus kwam daarna. Treintje, zegt het jou? Dit... Het laatste, dat herkende ik wel. Kijk, ze zijn zo jong. Het is... Dat was het eerste hitje. Eerste hitje. In Nederland, ja. Nu, Thijs, dachten we, wat ga je spelen voor ons? Toen zei je, nou, ik kan niets. Het is meer een trucje dan muziek maken. Maar misschien is het allebei wel. Dat ga ik nu zelf ook voor het eerst zien. Je kan piano spelen en dwarsfluit spelen tegelijk. Ja, probeer ik dan. Ja, wat ga je spelen? Een Niemendalletje. Hey, dat is weer jammer. Opgedragen aan jou. Dankjewel, dat vind ik prima. En alle andere ridders van Nederland. Thank you.
Yes! Wie kan dat? Wilt u Focus in Nederland bewonderen? Dan kan dat op 27 september in Meidrecht. En daarna is het dus die internationale tour waarover Thijs sprak. Dank je wel.